We zijn een groep van gespecialiseerde aannemers, ondergrondse technieken, ondergrondse boortechnieken. Ook een aantal milieuactiviteiten, zoals waterbehandelingsactiviteiten, die we sinds 10 jaar uitbouwen. Rioolrenovatietechnieken, tunnelboringen, gespecialiseerde funderingsoplossingen, waterputboringen, geotechnische boringen, geothermie. We zullen binnen 2 jaar onze 120-jarige jubileum vieren. We zijn de 4e generatie. En wat we als rode draad door onze geschiedenis hebben, is dat we technisch gedreven zijn. We zijn techniekers in hart en nieren. En we gaan voor de technische verbeteringen, voor de technische innovaties. En als de klant centraal staat, moet je oplossingen uitwerken om dat doel te bereiken. En zo zijn we altijd stap voor stap vooruit gegaan. Bij elke zware technische problemen worden wij gecontacteerd en proberen wij een oplossing te zoeken. Altijd kijken van hoe kunnen wij het anders en hoe kunnen wij het beter doen. En zo hebben wij toch een palmares van referenties opgebouwd met unieke oplossingen, denk ik. Wij springen eruit omdat wij een gans palet van technieken hebben die de concurrentie of de collega's niet hebben. En wij kunnen ook de klant totaal ontzorgen zodanig dat hij minder problemen heeft en ook minder verantwoordelijkheid moet nemen. Het is als we innoveren dat we ook op de exportmarkt iets kunnen bieden wat ze lokaal niet kunnen. We innoveren om te exporteren. Wij proberen rekening te houden met de milieueisen en nieuwe technieken aan te bieden zodanig dat de omgeving gespaard blijft. Bijvoorbeeld, wij maken nu diepere wanden dan vroeger tot in de onderlatende lagen, zodanig dat er geen invloed is van de bemaling naar buiten toe. Zo zijn er een hele reeks van voorbeelden die dat bewijzen. Kunnen we met een creatieve oplossing een beter antwoord bieden voor een vraag van een klant?